het Limburg Museum mag dan wel gesloten zijn, maar ik kan natuurlijk wel iets vertellen over de Limburgse geschiedenis. Namelijk, ik sta hier op een plek van een oude Romeinse wachtpost. En het lag op een belangrijke route van een Romeinse weg, die van Nijmegen helemaal tot Maastricht. Eigenlijk de A73 van nu. 20 bij 20 meter, met dakpannen en een toren van 8 meter hoog. Dan konden ze helemaal van Nijmegen tot Kuik alles zien. En met grote seinvlaggen en met vuren konden ze overseinen. Vuren in het donker, vlaggen in het licht natuurlijk, als de vijand eraan kwam. Dit was namelijk al een verhoogd stuk land. En als je er ook nog een toren bovenop zet, werkt fantastisch.